Weerbaarder, guller en attractiever. naar een nieuwe aanpak van het veen in het lage midden van Friesloorn. Veranderingen zijn onlosmakelijk verbonden aan het lage midden van Friesloorn. Ontstaan tussen de hogere zandgronden van Drenthe. en de opgeslipte klei aan de Friese kust. Is het lage midden als een badkuip waar zich van oudsher water verzamelde en veengroei kon plaatsvinden? Ruim duizend jaar geleden is een begin gemaakt met de ontginning van de uitgestrekte veenkussens vanaf de randen. Door de ontwatering van het veen wordt het mogelijk om het gebied te betreden en te gebruiken voor kleinschalige landbouw. Op afstand liggen uitgestrekte hooilanden, waarvan het hooi in de zomer wordt geoogst als voer voor de koeien in de winter. De hooilanden zijn in gemeenschappelijk bezit van de boeren als collectieve voorraadschuur. Turf als brandstof wordt vooral voor eigen gebruik gewonnen en op grotere schaal in de hoogvenen richting Drenthe. Vanaf de 19e eeuw breidt de commerciële vervening zich uit naar de laagveengebieden middels het systeem van natter vervening. Veel hooilanden veranderen in open water. De al eerder uitgegraven compagnonsvaarten worden gebruikt om het bruine goud. Af te voeren naar het westen van Nederland. Het is een periode van grote armoede voor de veenarbeiders, met grootschalige stakingsoproeren. Domela Nieuwenhuis, us Verlosser, staat symbool voor het verzet tegen de kapitalistische veenbazen en daarmee voor het eigenzinnige karakter van het lage midden tot op de dag van vandaag. Na de Tweede Wereldoorlog vindt er een volgende grootschalige ontginning van het gebied plaats. Met de ruilverkaveling en de bouw van nieuwe gemalen wordt de waterhuishouding van het gebied ingrijpend gewijzigd. Sloten worden gedempt, kavels vergroot en verbreed. Door een diepe ontwatering van soms wel een meter onder maaiveld vindt er een versnelde oxidatie van het veen plaats. De ooit zo natte veenspons verdroogt en verschrompelt in rap tempo en het maaiveld daalt hierdoor met 1 tot 2 centimeter per jaar. Bij niets doen zal er aan het eind van deze eeuw vrijwel geen veen meer over zijn. Het veen als een van de drie grondslagen van het Friese landschap is dan definitief verdwenen. Willen we dat? Belangrijk punt van zorg is dat de dalende bodem op termijn voor grote problemen in de waterhuishouding gaat zorgen. De klimaatverandering verplicht ons om opnieuw naar het gebied te kijken. Wat betekent een stijgende zeespiegel in relatie tot een dalende bodem? Wat betekenen de grotere extremen in het weer, zoals nattere winters en steeds drogere zomers met hevige piekbuien, voor de zoetwaterhuishouding in het gebied? Kunnen we weer leren mee te bewegen met de seizoenen? Moeten we het waterbergende vermogen van het veen, de sponswerking, juist niet weer omarmen in deze tijd? En wat betekent dit voor de landbouw? De biodiversiteit en de belevingswaarde van het landschap. De centrale vraag is of we op basis van een robuust en volhoudbaar watersysteem kunnen komen tot vormen van landgebruik die in balans zijn met de bodem de boeren een goed belegde boterham opleveren en waarbij natuur en landschap erop vooruit gaan. We zoomen eerst in op het watersysteem. In het Friese Veenweidegebied speelt een aantal specifieke opgaven. Door de voortgaande pijlverlaging in het veengebied en met name door de bemaling van de diepe veenpolders, wordt de toestroom van diep grondwater in de vorm van kwel versterkt. Dit zorgt voor problemen elders. De beekdalen op de flank van het Drents Plateau, zoals de Tjonger en de Linde, zullen geleidelijk verdrogen en ook hooggewaardeerde natte moerasnatuurgebieden, als de Delen en de Venen, zullen langzaam leeglopen richting de alsmaar dieper liggende agrarische gronden in de directe omgeving. Tevens ligt verzilting van de laagste delen van het lage midden op de loer, via diepe kwelstromen vanuit de almaar stijgende Waddenzee. De diepe ontwatering zal uiteindelijk ook zorgen voor bodemdegradatie. Als de veenbodem verdwijnt, blijft er een mengsel van zand en keileem over, met een beperkte bodemvruchtbaarheid en een gering vochtvasthoudend vermogen. Hierop is het lastig boeren. En tenslotte, zeer actueel na het afgesloten klimaatakkoord van Parijs in 2015, de veenweidegebieden in Nederland stoten door de oxidatie van het veen een grote hoeveelheid CO2 uit, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van een kolencentrale. Friesloorn neemt van de CO2-uitstoot door het veen meer dan 30% voor zijn rekening. De forse CO2-uitstoot, de hydrologische problemen, en de klimaatverandering vragen om een systeemverandering, een andere manier van omgaan met bodem en water in het Friese veenweidegebied. Voor een andere aanpak is allereerst de bodemopbouw van het lage midden belangrijk. In het westen is sprake van een randzone klei op veen, waarbij de klei meer dan 40 centimeter dik is. Door het kleidek is de oxidatie van het veen beperkt en is de draagkracht voor koeien het jaar rond goed. In het gebied tussen de meren is het kleidek al een stuk dunner. Minder dan 40 centimeter. Om vervolgens richting het oosten over te gaan in een pakket pure veengrond. De veenpolders langs de oostelijke rand van het lage midden liggen een stuk dieper en hebben nog maar een beperkt veendek door de grootschalige turfwinning in het verleden. De veenpolders sluiten in het oosten aan op de beekdalen die vanaf het Drents Plateau richting het lage midden stromen. De zone van de beekdalen is doorsneden door met de hand gegraven compagnonsvaarten voor de afvoer van turf in het verleden. Kijken we naar een toekomstbestendig watersysteem, dan betekent dit vooral het creëren van ruimte om het gebiedseigen zoetwater langer vast te houden en vertraagd af te voeren. Dit kan op een drietal manieren. De huidige Friese boezem zit opgesloten in een strak keurslijf. Door ruimte voor de boezem creëren we meer verticale en horizontale ruimte voor boezemwater en daarmee berging. Verticale ruimte wordt gezocht in de vorm van pijlfluctuatie. Die ruimte is echter beperkt door bruggen en aquaducten. Door de uitbreiding van boezemvaarten langs linten- en boezemlanden rondom de meren en het benutten van zomerpolders voor retentie, ontstaat er meer horizontale bewegingsruimte en bergingscapaciteit voor het boezemwater. Een tweede manier om waterberging te creëren is het beeksysteem natuurlijker te maken. In Ruimte voor de Beek wordt er gezocht naar ruimte voor beekoverstromingsvlaktes, met name op de overgang van zand naar veen en naar ruimte voor waterconservering in de zandgronden op de flanken van het Drents Plateau. Zo kan meer water worden vastgehouden in het gebied en krijgt water meer gelegenheid om in te zijgen en de grondwatervoorraad aan te vullen. Door de historische en recreatieve compagnonsvaarten los te koppelen van de meer natuurlijke beken, ontstaat er een helder onderscheid in waterkwaliteit en functie. Wateraanvoer door opmaling vindt dan alleen nog plaats via de compagnonsvaarten. Een derde manier om het watersysteem robuuster te maken is ruimte voor water in diepgelegen veenpolders. In de diepe veenpolders treedt over grote oppervlakte matig tot sterke kwel op. De gemalen van die diepe veenpolders voeren naar schatting 25 miljoen kubieke meter kwalitatief goed grondwater af naar de Friese boezem, ook wel spa-blauw genoemd. Door vernatten van de diepe veenpolders wordt tegendruk geboden voor het opkwellende grondwater. De drainerende werking van de diepe veenpolders zal afnemen, waardoor de verdroging in de aanliggende Natura 2000-gebieden en de beekdalen zal verminderen. Door de ontwikkeling van een getrapt systeem van polderboezems aan de randen en rondom de bebouwingslinden in de polder ontstaat er een veel robuuster systeem om water vast te houden, te zuiveren en mee te bewegen met de seizoensverschillen. Tevens worden de kwetsbare woningen en erven beschermd tegen verzakking en scheurvorming. In de waterkavels binnen het raamwerk van polderboezems is er ruimte voor natte teelten, zoals kroosvaren, lisdolden en algen, die op termijn onderdeel worden van aangepaste vormen van landbouw in het lage midden van Friesloorn. Door te denken vanuit een toekomstbestendig watersysteem en de bodemopbouw, ontstaat een nieuwe ruimtelijke ordening van productieomstandigheden voor het gehele lage midden. De resultante is dat de bodemdaling wordt afgeremd en in delen zelfs kan worden gestopt. En dat de vermeden CO2-uitstoot fors is. Kijken we van west naar oost over het lage midden, dan zien we de volgende mogelijkheden voor landgebruik. In de randzone klei op veen, grondgebonden melkveehouderij met 87% weideland en 13% snijmais, waarbij het water wordt omgezet tot aan de kleilaag het jaar rond. Het veen blijft hierdoor nat, met door de kleilaag voldoende draagvermogen van de grond. De bodemdaling wordt gestopt. In het gebied tussen de meren, natuurinclusieve melkveehouderij met 75% weideland en 25% hooiland, waarbij er sprake is van een drooglegging tussen de 60 en 30 centimeter, afhankelijk van het seizoen en het grondgebruik. Er vindt hierdoor een rem op bodemdaling plaats. In het gebied puur veenweiden, natuurinclusieve melkveehouderij. Met 50% hooiland en 50% weideland, waarbij sprake is van een drooglegging van 30 cm het jaar rond. De bodemdaling wordt hierdoor fors geremd. In het gebied diepe veenpolders, circulaire landbouwbedrijven met onder andere natte teelten, waarbij het water boven of in het maaiveld staat, fluctuerend met de seizoenen. De bodemdaling wordt gestopt. De vermeden CO2-uitstoot door deze aangepaste vormen van landgebruik is aanzienlijk. De huidige uitstoot van het Veenweidegebied van 1,7 megaton CO2 per jaar kan worden teruggebracht tot 0,7 megaton CO2 per jaar. De opbrengst in vermeden klimaatlast van het gebied kan op deze wijze oplopen tot 30 miljoen euro per jaar bij een laag ingeschatte CO2-prijs van 30 euro per ton. Maar de opbrengst van het nieuwe lage midden is veel groter als je spreekt in termen van diversiteit en ruimtelijke belevingswaarde. Het gebied wordt gevarieerder en aantrekkelijker. Er ontstaan tal van nieuwe gradiënten en geleidelijke overgangen in het gebied, die van grote waarde zijn voor natuur en waar bewoners en recreanten graag toeven. De Natura 2000 gebieden in het gebied. Zullen zich kunnen ontwikkelen tot de robuuste Natura 2050 gebieden, op basis van een gezond en volhoudbaar watersysteem. Per saldo zullen er in het lage midden veel meer weidevogels een plek kunnen vinden. Met name de pure veengronden en de veengronden met een dun kleidek zullen door het toekomstige landbouwkundige gebruik als hooiland een Eldorado worden voor grutto- en leeuwrik. De teelt van kroosvaren in de diepe veenpolders. Kan als eiwit dienen in het menu van het melkvee voor heel het lage midden. Samen met de omringende hooilanden dienen die als voorraadschuren van de 21ste eeuw. Nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren liggen voor de hand. Er ontstaat een palet aan keuzemogelijkheden. in een weerbaar en veelkleurig lage midden. Een lage midden waarin niet alleen de toekomstige boeren goede boterham kan blijven verdienen. maar dat ook een veel aantrekkelijker en toegankelijker uitloopgebied wordt. Voor inwoners van omliggende stedelijke gebieden, als Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden. Het lage midden wordt een nieuwe bestemming. Een gebied waar je gaat wandelen, fietsen, kanoën en suppen. Een gebied met nieuwe vormen van wonen. Een gebied waar je zin krijgt in de toekomst.